Nu, zoals net reeds gezegd, is de drachtstuur van de hond zeer variabel wanneer het berekend wordt ten opzichte van de dek, dekdatum. Betere methodes, met andere woorden methodes voor, met minder variatie, gebruiken het interval van de LH-piek tot de partus. En die periode is 64 tot 66 dagen. Dus met een variatie van een drietal dagen maar, wat veel minder is dan wanneer we het vergelijken met de variatie daarnet van een ongeveer een 14, 15-tal dagen, wanneer het drachtstuur bekeken wordt ten opzichte van het eerste dektijdstip. De LH-piek kan trouwens bepaald worden bij de hond door progesteron te gaan bepalen. En de progesteronconcentratie op het moment van de LH-piek varieert van 1 tot 3 nanogram progesteron. Een andere methode om de drachtstuur, de variatie in de drachtstuur te gaan beperken, is het interval ovulatie naar partus te gaan bekijken. En dit interval, dus vanaf het moment van ovulatie tot partus, is ongeveer een 2 tot 64 dagen. Opnieuw dus een variatie van amper een drietal dagen. Ovulatie kan opnieuw dus bepaald worden door middel van progesteronbepalingen bij de hand. En ter hoogte van het moment van ovulatie, op het moment van ovulatie is de progesteronconcentratie ongeveer een 4 tot 7 nanogram per milliliter progesteron. Een andere mogelijkheid om de drachtstuur, de variatie in de drachtstuur te gaan beperken, is het interval tussen dag 1 van de met-oestrus en de partus te gaan bepalen. En dat is, die drachtstuur is dan 56 tot 58 dagen. Dus 56 dagen tot 58 dagen na dag 1 van de met-oestrus zal de teef in partu gaan. Of kan er op een veilige manier een keizersnede gepland worden. Hoe kun je nu het dag 1 van de met-oestrus te gaan bepalen? Dat kan je doen door middel van vaginale cytologie. Links op deze presentatie, op deze slide, zien jullie een typisch beeld van een teefje tijdens de oestrusfase. Dus duidelijk gekeratiniseerde vaginale cellen, waarbij dat de kern niet zichtbaar is. Als gedurende de volledige duur van de oestrus dagelijks een vaginale swab genomen wordt, en als we dan uiteindelijk na de oestrus en de met-oestrusfase gaan, zie je een heel plotse omslag van links gekeratiniseerde cellen zonder kern naar rechts vaginale cellen met een duidelijke kern, zoals hier weergegeven. En plots ook het verschijnen van neutrofielen, hier weergegeven door hoefijzervormige kernen. Dus het plots verschijnen van opnieuw gekernde cellen en neutrofielen na een periode van maximale verhoring geeft dag 1 van de met-oestrus aan. En dag 1 van de met-oestrus, als daar dan 56 tot 58 dagen bijgeteld worden, op die manier kan dus het partusmoment voorspeld worden.